lachgaspatronen. Iedereen ziet ze wel eens liggen op straat. Michiel Kuiper die verzamelt ze sinds een paar weken en hij heeft er al aardig wat. Het grootste deel hiervan komt van één man die het thuis al in de weg had staan, maar ook al flink aan het verzamelen was. Michiel is interieurbouwer. Voor zijn werk kan hij die patronen niet gebruiken. Hij wilde dan ook een kunstwerk van maken. Ik wilde wel iets maken wat een link heeft met Utrecht. Een van de meest voor de hand liggende dingen is dan natuurlijk de Domtoren. De patronen op straat waren Michiel al langer opgevallen. Hij wilde er altijd al iets van gaan maken. Wat voor mij de doorslag was, is dat mijn buurvrouw op de fiets ten val is gekomen. Toen ze met de fiets over losslingerende patronen heen reed. En daardoor eigenlijk met haar gezicht het asfalt heeft geraakt. Hij heeft er inmiddels oog voor gekregen. Ja, dan ligt hij echt een hele doos. Bij de parkeerplaats van Fort de Klop in Overvecht vindt hij er altijd wel een paar. Vandaag is de oogst wat mager, maar hij krijgt hulp. Na een oproep op Facebook helpen Utrechters met het inzamelen. Eind oktober hoopt hij er voldoende te hebben voor zijn kunstwerk. Dan alleen nog een plek voor zijn domtoren van lachgaspatronen. Een rotonde. Dat lijkt hem wel een goed idee. In ieder geval iedere keer als mensen daar voorbij rijden, dat ze denken, wow, dit is één maand lachgaspatronen wat op straat wordt gegooid. Ja, doe even een stapje naar de prullenbak. Weet je wel. Kleine moeite. Met hetzelfde gemak in de afvalbak.